In Helmond leven ongeveer 2200 kinderen onder de armoedegrens. Stichting De Oude Sok vroeg afgelopen weekend met de wereldrecordpoging langs de waslijn met sokken aandacht voor deze doelgroep. We waren er zondag bij tijdens de bekendmaking van het tot dan opgehaalde bedrag en uiteraard voor de uitslag van de recordpoging. Ad Maneffe van de Stichting Leergeld. Wij staan hier nu bij het Piet Bomplein, waar we ieder moment de uitslag gaan horen of de recordpoging geslaagd is. En wat is de connectie met de Stichting Leergeld met deze recordpoging? Ja, we hebben beide dezelfde doelgroep om te beginnen. Kinderen die toch in een situatie van armoede leven. De opbrengsten daarvan zijn bedoeld voor die kinderen. En de Stichting Leergeld werkt samen met Oude Sok om die kinderen te kunnen bereiken. En om mee te denken over hoe kun je nu die gelden die nu binnengehaald worden, hoe kun je die dan het beste besteden. En daar heeft Leergeld expertise voor. Die brengen we in de samenwerking met Oude Sok. Nu horen we dadelijk het voorlopig bedrag wat opgehaald is. En hoe moeten we dat dan verder zien? Dan is er een geldpotje. En hoe gaat dat dan verdeeld worden? Wat is het vervolgtraject daarvan? Ja, inderdaad. Het geld staat op de bank van de stichting Cultuurverbind Helmond. Dat is eigenlijk de organiserende stichting waar Oude Sok onder valt. En dat is een project, Oude Sok hoort daarbij. Het geld wat we ophalen, dat willen we zo goed mogelijk besteden aan datgene waar de kinderen een leuke dag mee krijgen. Dat kan zijn een dagje uit, dat kan zijn naar een voorstelling, dat kan zijn met elkaar naar de film. Elke leeftijdsgroep heeft natuurlijk andere wensen en interesses waar wij dat proberen op aan te sluiten. Oude Sok en Leergeld gaan daar samen ook over in overleg, omdat ook Leergeld daar wel ideeën over heeft en vooral ook die kinderen kent. En Leergeld Helmond heeft ook de ingang naar die kinderen toe. Ze weten de kinderen te vinden en kunnen ze bereiken. En kunnen ze zo ook uitnodigen om aan die activiteiten mee te doen en om ze te vragen, waar hebben jullie zin in, waar heb je interesse in en waar wil je aan meedoen. En op die manier proberen we zoveel mogelijk kinderen te bereiken. En dat zijn er nogal wat in Helmond, want we hebben toch ruim 2200 kinderen in ons bestand zitten die met regelmaat gebruik maken van onze ondersteuning. Ja, en hebben jullie een idee van met het geldbedrag wat nu opgehaald wordt, gaat worden van hoeveel kinderen dat jullie daarmee een plezier kunnen gaan doen? Ja, dat is nog wat moeilijk in te schatten. We weten nog niet zeker hoeveel geld ophalen. Na deze dag komen er nog wel wat activiteiten en er lopen nog een paar acties. Dus we hopen dat het bedrag ook nog verder groeit. Dadelijk krijgen we een tussenstand te horen die waarschijnlijk wel interessant is. Maar we gokken op nog meer. En dan hangt het een beetje vanaf hoeveel kinderen je uiteindelijk kunt bereiken en wat ze willen. En dat, we denken daar toch op zijn minst €30.000 voor op te halen. Als uiteindelijk de bankrekening wordt gesloten. En onder auspicie van die Stichting Cultuurverbind Helmond wordt dat dan besteed. En in overleg met Leergeld naar die kinderen toe gebracht. In de vorm van activiteiten en misschien inderdaad theaterbonnen of cultuurbonnen of een dag uit. Dat moet allemaal nog verder uitgewerkt worden. Maar in die zin denken we dat het toch ambitie is om ze allemaal te bereiken. Of dat lukt, dat is de vraag. Maar we proberen ons toch op die 2200 te richten. En dan komt er een doelgroep bij. En dat zijn ook de kinderen die nu gast in Helmond zijn vanuit Oekraïne. En ook die zijn van harte welkom om dadelijk mee te doen aan die activiteiten. Dus in die zin proberen we ook die groep te bereiken. Per communicatie had 12 minuten en 39 seconden nodig om 1000 sokken op te hangen. 12 minuten 39? Ja. Dan heb je een tijdstip van 12 minuten en 30 seconden. Ja. En we hebben een tijdstip van 11 minuten en 42 seconden. Oké, dus een significante snellere tijd. Dus het bek was gisteren. Ja. En Cultuurcontact had dus de 12 minuten 30. Dus jullie hebben 42 hebben de Helmvaders ook nog eens de prijs Helden op Sokken gewonnen. Ondanks de kou, toch hier, hartverwarmend. Wat is het totaalbedrag wat we met deze actie hebben opgehaald? Tadee. €23.836,25. Nou, geweldig!
Okay, so we came to the final result of the record attempt. And the current record is 6,066 meters. That was to beat. 6,066 meter, dames en heren, was to beat, te verslaan. And the result today is 5,747.28. I'm really sorry. Oh, we missed it. Yeah, you did not do the longest washing line of socks, but the second longest. And I really think the important number today is 23,860.36.25, the amount of money that you raise, and it's much more important than this title. And just trying to achieve this title made you do this great work, and really congratulations to this wonderful day, wonderful event, and the result.